En de 24-jarige Rocher Cayenne is gisteren om het leven gebracht door de 17-jarige Shelton K. in het dorp Janka Kondre te Brownsweg in het district Brokopondo. De politie van Brownsweg kreeg gisteravond een telefonische melding van een vechtpartij tussen twee personen. Beiden hadden elkaar steekverwondingen toegebracht middels scherpe voorwerpen. Rocher liet het leven ter plaatse nadat hij in de borststreek was gestoken. Shelton is in zijn rug gestoken en is per ontboden ambulance van de medische zending, de Brownsweg, afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo. Uit het voorlopig onderzoek is komen vast te staan dat de twee een fete hadden over een betalingskwestie. Het verdere onderzoek is overgedragen aan de afdeling Capitale Delicten.